Wil het een beetje geduld, alstublieft. Een beetje geduld, heb ik gezegd. De lift hangt boven ergens vast. En pan, déjà. Help, non, stop. Allee, allee, allee. Iedereen kijkt uit zijn ogen, iedereen fait attention. Alleen die van mij natuurlijk weer niet. Met hun gebabbel en hun platvoeten. Geslaagd, nietwaar? Geslaagd, die verbouwing. Ja. Oh, en twee liften ze. Aha. Ja. En dan alle twee en pan, déjà. Ah, kinderziekte zeker. Goede vakantie gaat allemaal. Oh ja, ja, dat kloppen zal niet veel helpen, hè, Jean? Dat is geen voordeur van een huis, nietwaar? Dat is een mechanisme, een monster, zonder ziel. Met radertjes en contactjes, olie en smeer, kabels en stroom. Hm? Heb je eens gezien wat er allemaal boven je hoofd hangt? Hm? Jean, waar ze er naar boven is, zien de deur echt geblokkeerd. Ja, maar ik heb dat ooit eens geweten, hè. Tussen het derde en het vierde. Een vent van het zesde, zeg. Lift geblokkeerd om een stukje te kunnen vrijen. Ben je van het achtste? Ja, je hebt er toen nog een lieken op gehoord, Jean. De ballade van de liftkussen. Ja. Staat er, mijn god. Die van het zesde. Ja. En zij staat er ook, die van het achtste. Meneer de Pester. Meneer Clarisse. Ik had die niet direct herkend. En weet jij nog hoe dat Sandra's mij zei komen vragen? Hoe dat ik dat geflikt had om die lift te kunnen doen blokkeren? Ja, van liften kunnen niet genoeg afwijten, hè, meneer Clarisse. Mag ik misschien mijn vrouw voorstellen? Ah, precies. Ja. We zijn er dan toch mee getrouwd? Oh. Betrapt in de lift. Dat was het liedje dat eronder deed. De mens zou trouwen voor de schande, hè, de Pester. Ik moet wel zeggen, Jean heeft me voor één keer lastig gevallen. Maar toen heb ik hem geblokkeerd. Directeur, ik denk zo dus, zo naar die planten en dan naar die mensen daar. Ik kan het riskeren. Fanny, trap niet op een man, hè. Dat is precies wat ik had. Dat is een man. Mannen staan op die eerste raar. Ze zijn een vruchtbaar voor hun eerste dag, hè. Ik hoop dat de lift geblokkeerd is. Ja, begint al goed, hè. Die van zesde zal er toch niet in zitten, zeker met die van takste, hè? Dus de derde en het vierde. Oh, meneer Clarisse staat daar. En Jean de Pisser ook. En een andere liftkusser ken ik niet. Dus als het deze keer echt geblokkeerd zijn, zeker. Fanny, dat zal niet veel helpen, hè? Je kunt nooit weten, directeur. Een tram komt ook niet rapper af als gevaar valt te ver op het tram ooit tot de bonken, hè? De trap, man, hè? Nee, die is nog niet af. De koker staat er, maar er is nog geen trap in. Dan maar een helikopter met een katrol en een kabel. Ah, oh, nee, nee, Gilbert. Ik heb mijn wagen gewicht aan geen kabel. Ah, ja, ja, jongen. Ja, maar zeg, hey, ik zeg ik dan even te lachen. Zijn allee, vooral. Allee, kom. Hetzelfde, nee. De klok met haar kiekers. Kiekers, ja. Maar pikken, pikken, pikken. Op mekaar. Pikken, pikken, pikken. Schilder iets per se? Ja, natuurlijk. Bij mijn mama natuurlijk. Hij maakt dus een rappel. Ja, maar hij is veel kleiner. Ja. Allee, was dat, hè? Wat is dat? Ja. Voilà, messieurs. Je krijgt wat ik om gevraagd. Dus gaat te lang duren als ik u vragen mag. Rijden gaan verrast erover? Verrast erover, je denkt toch niet dat ze u daarboven kunnen horen, hè? Ik denk zeker dat hij in een science fiction film zit. De nobe planeet, hè, jongens. Ja. Niet panikeren, on fait le nécessaire. Pas de paniek, we doen het nu het zokelijke. Al wat dan wij zeggen, daar kunnen ze horen. Ja. Zie je nu wel? Ja. Wat duurt dat nog lang? Dat kunnen wij nu niet weten, meneer Verrast erover. Dat kan rap gewoon, maar dat kan nu nog een tasje duren. Oh, dat is hier in een bureau, dat is een Watergate. Ja. Het is dat ik niet lang op mijn benen kan blijven staan, hè. Oh, nog altijd die... Ja, dat hij is weg geweest, maar dat is nou teruggekomen, ze. In uw benen? Ja, dan is hier en dan is daar, hè, meneer per se. Maar kunnen we dan hier niet in stikken? Ja. Kunnen we dan hier niet in stikken? Je hebt nog 4 minuten. Oh, grijpt in of laat het je allemaal koud? Spreek des gewoon vast en over, dat mag kunnen verstoen. Beotier? Ja, dat is wat is dat je dan? Beotier? Dat betekent hier een dikke stoombleu. Nee, zo bedoelde ik het niet, denk ik. Je doet niet. Ik paas dat het nog uren kan duren voordat ik weet wat uur zoek is. En hoe langer dat duurt, hoe groter de risico's. Juist. Dus is tijdens een kruté te blokkeren. En dan liggen ze met hun patatten in de kelder. Ja, zeg maar hoe hoorde je dat dan, mama? Goed, hè.
En hoe? Borst. Schoenen uittrekken? Dat ze met ons foto's op spelen zijn. Ah ja. Communication de service, dienstmededeling. De lift is overbelast. Hoeveel personen zitten erin? 25. Oh, de terrorist zit er ook in. Ja. Dat is niet waar, meneer de mechanicia. Wij zijn met... 9. 9. Met 9. Ja, Sharon. Huh? Ik paas het wel dat je ruk zult inzitten, Betty. Dat is dan toch 10, hè, meneer 10 pond? Ja, 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 10. Maar met gewicht van een pracht, hè. Aan het zwaar wegen ze niet, hè. Allee, de meeste toch niet, bedoel ik. Zeg, meneer daarboven. Beneden. Maar ja, die heren zitten in hun centrale en die is in de kelder. Ja, maar dat... Ja, ja, ze klinken daar, maar ze zitten daar. Ja. Zeg, heren van de techniek... Ja, daar zitten ze, maar uw stem vertrekt daar. Ruus Bacon. Ja. Heren van de techniek, we zitten er inderdaad met 10 in. Maar van die 10 zijn er ten eerste 3 mussen van damesbaar. Ja, ja, ja. Pluimgewichten, hè. Die tellen maar voor 2, hè. En ten tweede denk ik ook maar een muske, hè. En een dikke toks. Zit daar een ruk mee? Ja. Ja, ja, die zit erin. Mag dat niet? Dat is er gaat te veel, 10 tonner. Nee, 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 het is ook maar dat er met de F-directeur. Huh? Ah, je weet het. We gaan hem op zijn gemak naar beneden loten. En toen zal de surplus docks er moeten uitstappen. Zal ik me bij met een opvang? Het is onverschuldig dat wij zo'n smale jongens hadden. Ga maar voor alle plezier te doen, zou ik zelfs niet mogen eten. Ook niet, maar kijk ik niet veel, maar het komt er zo aan. Naar van de beest, ja. Dat is zeker, dat is je bij. Nee, kom. En wat zal het zijn voor u? Democratisch pintje om te beginnen, hè. Zijn dat net? Laat me door alsjeblieft, laat me door. Wat? De toiletten mogen niet gebruikt worden voor 12 uur. Ja, maar wat is dat nu weer? Geen water in de bazen. En op 6e? Ook niet. En op 4e? Nergens, verrassen over. Alle bazen leeg. Officieel leeg. En waar moet een mens dan... Wel, ik denk over de grens van la région bruxelloise. Faciliteiten laten inschrijven, hè, verrassen over. Toiletten na de lokettenkwestie, nu ook nog een toilettenkwestie. Peage, dat zullen we invoeren. Betalen zullen ze om hier. Ik ben mijn keuken kwijt. Ze hebben mijn deur er dicht gemetseld, zeg. Op het 4e, madame Rabel. Op het 4e? Op het 4e, ja. Ah, bah. Dat is nog zo slecht dat ik hier op deze verdieping weg ben, hè. Ah, tot kom, deur, dan moet je nu ook zien. Wat is dat allemaal? Oei. Zeg, mannen, 1 minuut en dan ik hier komen zien ze. Ja. Dat schijnt hier ver van klaar te zijn, directeur. Scherp gezien, per se. Had men ons niet kunnen verwittigen, enfin. Wel, heer, hoe lang gaat het hier nog duren, denk je? Dat ik het niet weet, manneke. Dat zullen dan de baas moeten vragen. Wat zei hem? Dat hij het niet weet, Paul. Ja, dus zit hem eruit. Ieder zijn een stien, bureau, manneke. Zeg eens, meneer is hier directeur, hè? Ja, zo ziet hij niet uit. Zeg, lust het eens, kameraad. Zeg, hoor ik u nog. Als die 10 tonnes van mijn kabel wil stappen. Ja, maar wat ik zeg... Nee, het is op mij dat het met heeft, directeur. Huh? Dat is nou een tweede keer vandaag, hè, jongen, dat je met een bijnaam gaf. Ja. Je mocht hem hebben. Ja, excuseer, directeur. Ja, jongens. Dat gaat niet om. Dat zal voor u zijn. Dat soort dingen heb ik niet altijd voor, zeg. Maar hij is getrouwd, hè. Zie je dat niet? Dat soort van tegenslag heb ik altijd voor. Heb je dan niemand gevonden in Oostenrijk? Nee. Jij in Hofstede? Ja. Ene met een grote onderscheiding. Oh la la. Houtbewerking. Oh, toch? Maar hij gaat doppen. Oh, tegenslag. Tegenwoordig vallen gemakkelijker op iemand die dopt dan op iemand die werkt. Als je daar moet naar zien. Nog nooit iemand zijn werk gevind? Ja, maar nog nooit niet terwijl dat op slopt. Mannetje, we willen wel alleen maar weten hoe lang dat dan nog zal duren, hè? Ja, maar dat mogen we toch wel weten, hè? Kom, jongen, meneer heeft het niet voor u, kom. Ja, maar heb ik hier dan niet aangewezen, hè? Moet van zijn laar blijven, kom. Het is goed werk, jongens. Mannen. Alle heren. Dames, wil ik zeggen. Iets op tegen, Baske? Nee, madame, helemaal niet. Als het werk maar goed gedaan is, hè. Nu moet ik zeker ook niet vragen hoe lang dat je hier nog op bezig bent. Nee, aan de baas vragen. Hij verhangt hier nergens uit. Oh, dat zou ik niet kunnen zeggen. Zijn telefoonnummer misschien? Oh, in een telefoonboek zeker, hè? Zo, is dat mogelijk? Waar staat die dier, man? Ik zie het. Deuren werken tot 2 uur, niet langer. En dan naar Tristan en al de gang als kinderen, oké? Zal hij wel komen ophalen? Zeg,
Je misschien een baas, alleen de bazin van die ververs? Mm-hmm. Iets op tegen? Nee, helemaal niet. Als het maar proper werk gedaan is, hè. Mm-hmm. Wanneer zal het af zijn? Wie zal ik gaan? Zeg eens, meneer is directeur hier, hè? Als de verf droog is. Weet het nu? Ja, maar directeur, ik moet wel zeggen, het is wel verf die heel rap droogt, hè. Ja, wat zou ze, jongen? Wat ging al vol? Easy. Ja. Nog een uur, hè. Hoe kan ik dat nog gedaan hebben? Terpentaan, jongen. Een beetje terpentaan. Mannekes, ik ga onmiddellijk naar een directeur-generaal, hè. Ik kan hem zeggen dat we allemaal naar huis gaan, hè. En voor een week, hè. Ah, zo kan ik niet typen. Klaag niet, alsjeblieft. Zie ons hier nu eens zitten. Ja, het is goed. Schamend. Ja, ik heb mijn best gedaan, Filemon. Maar de directeur-generaal wil er niet van weten. Werken, zegt hem. Ik zeg tegen hem, de muren zijn nog niet droog. Weet je wat hem antwoordt? Het is toch niet op de muren dat je moet schraven, zetten. Daar heeft hij nog gelijk in ook, hè? Ja. Zijn er nu manieren om een tientonner ons in het hoofd van een dag uit café laten? Midden in ons gesprek. Kom. Maar ik vind het ook schoon, Jean, dat jij alles betaald hebt. Dus dat was ik aan u verschuldigd, hè, Vanny? Moet ik soms geweld gebruiken? Ons zet ik je 14 dagen bijhouden om ons eens rustig met vakantie te laten gaan. En een gehandicapt kind, hè, Jean, je mocht dat niet onderschatten, hè? Hij zag er zo gelukkig uit, hè. Hij heeft nogthans veel slaag. Heren, alsjeblieft. Ja. Eerst nu waren ze verbeugd. Ja, als er nog een van, ja. Het is toch opvallend, hè, Gilbert. Ik heb dat nu eens gedaan voor ons José. Maar eigenlijk nog het meeste voor ons Aliske. Ja, ja. Komt dat kind, dat leeft nu al 10 jaar samen met een broertje dat Mongooltje is. Hè. Dat ziet dat zorgt daarvoor, dat speelt er. Komt, dat deed misschien een moment het leven van een ander kind. Hè. En daarom dacht ik, zeg, ik ga haar een keer verlossen daarvan. Er vrij haar gangen laten. Zo gelijk een echt kind. Hè. Ik zeg, ik ga een plaats zoeken voor Eddeke. Zo'n plaats. Allee, een bergplaats. Ja. En wat gebeurt er? We zijn nog geen 2 dagen in het Zwarte Woud. Hmm. Weet je wat dat is gezegd? Dat ze toch een betere vakantie zou gehad hebben als Eddeke erbij was geweest. Dat ze Eddeke liever niet alleen had achtergelaten. Allee. Zit dat dan. Dat ik nu mee in de lift sta, hè. Die dranklucht. Tja. Hier zie je, voor de gangwachten. Alleen maar op de 4e verdieping. En hier zie je, ingerichte cafetaria, met keuken en al. Voilà. Ja, dat komt maar toe, hè, Bako. Ja, alleen maar op de 4e verdieping. Oh, dan moet ik nou eens direct vertelefoneren naar monsieur Van Durmse. Je weet wel de grote type in de rue d'Arlon, hè? Ja, die ken ik, ja. Eentalig Frans, die Van Durme. Ja, maar die komt veel op restaurant, hè, waar dat mijn Jean-Pierre maître d'hôtel is, hè? Ja. En daarom gaan we wat familiairder om dan met de andere directeurs, hè? Ja, Belmacher, dat zit hem altijd als we elkaar er tegenkomen, hè? Belmacher, dat komt Claire. Het is de enige dat hem kent in Vlaams. Maar is hier een telefoon? Maar nou zal ik straks nog wel wat weten vertellen, ze net tegen me dan Adelbert als ik thuis kom. Adelbert. Oh, nerveus me niet per se. Niet meer dan jij, jongen. Zaag dat je zijt. Zaag? Zaag, ja. Allee, hoe hoorde dat nou? Altijd 10 keer hetzelfde verhaal vertellen tegen Jan en Alleman. Wanneer zult je nu eens leren te herinneren wat je vroeger al verteld hebt, dat hem niet 10 keer dezelfde litanie moeten horen? En als er nog interessant was wat je rondbazaamt, zou een mens niet mogen nerveus worden, zie. Lie en dat per se. Ik ben al van deze morgen ongeneedbaar. Heb je gezongen dat? Nee. Angèle? Is ze kwaad op u? Ze spreekt van echtscheiding. Oh. Maar als het dat is, meneer per se, dan kan ik u begrijpen, meneer per se, dat... Ik excuseer het me niet per se. Oh, la. Ja. Zeg. Ja. Is dat op 5 dan ook zo chic, Wacom? Ja. Oh, ja. Huh? Maar eens zien. Ja. Kom, Jean. Monsieur Van Duur, ici c'est Belle, hè? Belle, du mari Jean-Pierre du Grandieux. Comment voulez-vous? Oh, mais monsieur Van Duur. Belle ma chère, dat komt klaar. mon probleem, eh bien oui. Je voudrais être nommé par vous, mes madame. Non. Basine de cantine. Courtisan. Hein?
courtisan de cantine. Courtisan de cantine. Voilà. Oui, je voudrais être nommé par vous courtisan de cantine. Maar nee, je ne suis pas folle. Wat heeft meneer Van Durme gezegd? Dat dat Louis XIV niet is? Ah, courtisan is misschien toch een beetje een te zware stijl op mijn leeftijd. Dat is toch om te lachen zeker, hè? Nee, Jean, de zuivere werkelijkheid. Meneer Tienpontier heeft dat geregeld met zijn vriend, de directeur-generaal. Mens onwaardig. De bureaucratie op haar gat. Ja. En zo komt het, zo verplicht de staat ons onze zuurverdiende lonen te gaan verdrinken in de afspanning omdat onze burelen nog niet af zijn. Zodat wij in kennelijke toestand huiswaarts moeten keren. En daar in woede ontstoken... In blinde. Wat? In blinde woede ontstoken onze vrouw en kinderen onvrijwillige slagen en verwondingen moeten toebrengen. En wie is dan verantwoordelijk voor ons wangedrag? Directeur, wie? Gij zelf. Ik vind toch, directeur, dat een mens af en toe wel eens nuchter mag zijn. Ja, het is altijd goed voor de gezondheid. Ja, maar dat mag niet te dikwijls gebeuren, want je gebruikt er gemakkelijk aan verslaafd. Dat zeker. En je weet zelf hoe vervelend dat is om als nuchtere mens tussen een hoop zatterikken te komen. Ja, het draagt vooral dat het niveauverschil in de gesprekken. En dat die knullen altijd op uw rug staan. Nee. Oh, nee. Niet alsjeblieft. Ja, nat spreken zo. Ja. Nuchterlingen besprenkelen, dat doen ze. Zeg, mannetjes, niet met mij. Hè. Ik wil op mijn eerste dag niet al te gestreng zijn, maar... Mijn maat is vol, hè. Trekt al een plan, ik ben weg. Directeur, gemakkelijk. Ja. Qu'en dites-vous, monsieur? Voilà. Jongens. Ik heb mij gerenseigneerd, directeur. Volgens de plannen was deze verdieping voorzien voor de directeur-generaal. Ah, oh, dat is rond de zing ook, hè? Ja, maar die wil niet nog hier komen. Die blijft op 9e. Oh, ja? Ja, de 9e verdieping is de enige verdieping waar een tv-aansluiting is. Van de antenne op het dak en waar hij de Tour de France kan volgen op zijn portatief. De Ronde van Frankrijk. Ja, en de enige verdieping waar een accommodatie is voor de ascenseur. Van de garage direct naar het 9e en terug, zonder dat iemand van de andere verdiepingen hem kan tegenhalen. Meneer wil de lift voor hem al hier. Ja, van in zijn decapotabel tot in zijn bureau. En daarom staat dat hier leeg. Ja, maar niet verlangen ze naar balkon. Voilà. Wat denkt de mannen? Neem het in beslag? Ja, oh, wat mij betreft met graag. Als meneer directeur die beslissing durft nemen... Ja, meer rij het enige wat kan gebeuren, dat is als ze ons weer uitsmijten. Ja. En dat zal nog niet te lang duren. De Tiepont. Morsi, nou wie we daar hebben, dag vriend Gassels. Dat is vriendelijk dat jij ons eens een bezoek komt brengen. Ja. En zo rap, hè, mannen? Ja, zeker. Net op tijd, hè? Ja, zeker. Allee, mannetjes, allemaal plaatsen innemen en direct aan het werk gaan. Ja. Nee, mannetjes. Geen plaatsen innemen en niet aan het werk. Je hebt gehoord wat onze directeur gezegd heeft, hè? Toelating van de directeur-generaal? Ja, zeker. Toelating, zeg. Mag ik ze zien? Zien? Die nota. Een nota, vriend Gijsels, heb ik daarvan niet. Ah, nee? Nee, omdat... Pardon. Omdat ik die zaak mondeling met een directeur-generaal heb geregeld. Jeetje. Ja, ik zeg tegen hem, Karel, het vierde stond leeg, weet je dat? Nee, zei hem, is dat waar? Ik zeg, ja, kom maar zien, belangrijk is hem. Ik geloof op uw woord. En ik herhaal ze nog eens concuus, ja, dat vierde, dat staat hier helemaal leeg, hè. Valt hem erin niet eens uit? Zei hem, allee, wat stond je dan nog te doen? Mocht dan dat je erin zit, gelijk de wind? Mocht zich bekend kwaad, hè? Ja. Dat is uw verhaal. Vraag het aan hem. Dat heb ik gedaan. Ah, en wat zei hij? Ik zeg tegen hem, directeur-generaal, zeg ik, de vierde verdieping staat leeg. Ja, maar nou niet meer, hè? Een half uur geleden nog wel. Ja, zegt hij, dat weet ik. Ja, omdat ik het hem gezegd heb, hè? Gij, gast, zegt hem, gij bent de eerste die daarover spreekt. Maar om mijn principes kennende, ik hou niet van mondelingen afspraken. Allee, zeg. En tegen mij zegt hij... Stel het op nota, zegt hij. Oh, ja, dat heeft hij tegen mij ook gezegd. Stel het op nota. Maar in afwachting kun je er al op afzetten. Ja. Die geloofde me niet. Mm-hmm. 5 minuten geleden wist je niet eens dat hier een verdieping was. Oh, kom, meneer Gaasel, alstublieft. Mijn nota 10 pond wordt aan de directeur-generaal overhandigd met de binnenpost van 11:45. En die valt nu op zijn bureau. Gaasels,
Mm-hmm. Daar staat de deur, hè. Ja. U kunt gaan. Ik blijf hier. Zeg, wie gaat dat winnen? Gij zo staat voor, op punten. Wat zeg je van een bode? Dat je niks af weet van de lokale? Excuseer. En van alle gekonkelfoe zegt hem in de rug. Maar excuseer. Van me zo in naar fronten te laten vallen. Excuseer. Oh, die in alles wet. Ja, ik heb me laten verrassen een moment, maar ik heb mijn revanche genomen. Voilà. Wat is dat? De nota van Gijsels. Oeh, oeh. Onderschept. Dus een directeur-generaal? Noppes. Kom eens, ja, ik heb zijn ten tijdelijke titel onderschrijven. Oh. Kom, is dat een mogelijk? Bacon, doet hij daartoe? Doet hij daartoe? Bacon, zo'n officiële nota, zoiets onderschept het toch zomaar niet, hè? Nee, maar ze kan ook par hazard uit de classeur zijn gevallen. Dat heb ik al meer weten gebeuren, ja, hè? Ja, en dan ligt dat daar en ik raap dat op en ik vraag aan u, directeur, wat ik daarmee moet doen. Maar enfin, Bacon, zo'n directeursnota, dat moet natuurlijk terug de officiële weg op, hè? Wat ook kan gebeuren, hè, is dat ik ze per ongeluk in mijn koffendras laat vallen, hè? Voilà. Een officiële nota? Ik zeg toch per ongeluk, hè? Maar Marabelle, zo'n directeursnota, dat is toch geen servietje wat je een sandwich in draait, hè? Dat is een officieel gedoe, hè? Daar ga je zo'n op zweten, hè? En ze hebben al een werk van gemocht met al die belachelijke argumenten. Zou de gaan ze maar in uw koffendras smijten? Niet smijten, nee, per ongeluk laten vallen. Ja, als ik dan zeker wist dat zoiets per ongeluk zou gebeurd zijn. Ja, 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 ja. En op het ogenblik is mijn koffendras meer nat als droog, hè? Ja, helemaal nat en vol vuile bruine vlekken. Ja. Onleesbaar, hè? Zoiets brengt er niet meer terug in de circulatie. Nee, ja, nee. Ik moet zeggen, het is natuurlijk het schoonste appartement van heel de building, hè. Ja. Oh, hij is helemaal niks vergaarsels, hè. Met zijn directie van twee keren niks. En hier heb ik een loge, enfin, een bureau. Ja. En niet een kantine, hè. Voilà. Nee, mannetjes. Nee, geef die... Allee, waar is nou die nota van... Wat? Allee, dus een slag die hier nog. Ik... Dus... Of formidabel, hoe rap dat zoiets kan verloren. Zeg toch... Zit toch. Loop jij hier nog altijd rond? Ja, ga je ook. Zouden wij het op prijs stellen indien het vierde verdiep... Ping. Wat? Verdieping. Indien de vierde verdieping aan onze directie... Maar je weet toch dat de aanvraag van Gijsels al bij de directeur-generaal is, hè? Mireille. Directeur-generaal is mijn vriend, hè. Mm-hmm. En met de binnenpost van 2:45 ligt mijn nota ook op zijn bureau, hè. Morgen. Wel, hoe vinden jullie het? De tweede dag in jullie nieuwe paradijs. Geen klachten over? Wel, dan stel ik voor dat we om 11:00 even pauzeren en dat we eens lekker drinken. Hm? Ik heb de koelkast laten vullen. Dag, heren. Heren. Goedendag. En dames. En dames. Beek, geloof ik, hè. Of wel, al een beetje... geïnstalleerd, Gijsels? Komt op vriendenbezoek, die ja. Ah, ja, ja. En kan iedereen het hier al zo'n beetje gewoon worden, ja? Ja, ja, dat gaat. Helemaal. Ik hoop het, ik hoop het. Nog altijd geen meubels op het vijfde? Nog in de stoel, jongen. Mm, dat is onverantwoord. Oh, nee, dat is een ramp. Ik zou het zelfs een schandaal durven noemen. Oh, ik beklaag de directie die op het vijfde gaat moeten huizen. Hè. Ja. Dan is dat hier nogal wat anders, hè, mannen? Ja, ik heb een keer zelfs een eigen lokaal voor mijn klassement. Hela, wat is dat allemaal? Zeg eens, Gijsels. Wil me dat toch niet zeggen dat je niet op de hoogte zet, hè? Pardon? Ja, ik moet toegeven, ik vind het heel erg voor u, hoor. Wat? Dat je naar het vijfde moet. Luister eens, Tienpont. Ik ben een langmoedig mens, ik kan veel verdragen, maar het kan te lang duren, hè? Ja, we zitten dan met mijn voeten rondspelen of vindt het echt niet? £10.
Ik ben u en uw satellieten beu. Wees zo vriendelijk en verlaat deze kantoor. Dat zijn nou juist dezelfde woorden die ik had voorbereid. Gooien we ze eruit, mannen. Mireille, laat meneer Gijsels de officiële nota eens zien van directeur-generaal. Directeur? En mijn vriend Karel. En vloek nou maar eens goed, deur, Gijsels. Maar... En als je dan zo vriendelijk wilt zijn om de kantoren te verlaten, hè? Dat kan niet. Ja, het heeft mij ook een beetje verwonderd, dat moet ik toegeven. Dat is een vervalsing. Ik, Gijsels, naar het vijfde. Ja, en ik, Tingpong, naar het vierde. Inpakken en wegwezen, dames en heren. Het is hier afgelopen. Gijsels. Sorry, excuseer het. Sterk vol, zal ik hier of daar? Ja, voorlopig. Ja. Straks wel zien hoe dat we het zo moeten verdelen, jongens. Ja, meneer Gijsels. Ja, meneer Gijsels. 10 pond. Dat is een Pyrrhus-overwinning. Een wat? Dat was een veldheer-directeur. Een oude generaal. Het is goed, verrasten over, laat maar zitten. Ja, generaals hebben er niks mee te maken. Een directeur-generaal. Wat kan er misgelopen zijn, Ja. Maar ik laat het niet zo. Nee, ik ga dat laten onderzoeken. En dan, wie laatst lacht, best lacht. Telefoon van meneer Gijsels op de vijfde verdieping. Dat is Pyrrhus. Hier. Dank u wel. Tot volgende gelegenheid. En je koffendres? Die is gisteravond te Boebellen ingegaan en afgevoerd. Prachtig. Hé, maar van één ding spaart, hè, Bacon? Als dat gij op het vijfde blijft, hè? Gij moet ervoor zorgen dat ik nog hier kom, directeur. Ik? Ga. Enfin, Bacon, dan vraagt het toch af, hè, man? Betreffende die koffiedras. Is goed. Nee, Marcus. Directeur, luister. Nee. Ja, als je niet wilt, luisteren. Ik luister, maar jij luistert niet naar mij. Ik luister wel. Ja, maar je hoort niet wat ik zeg. Is dat nu de klap van verstandige mensen? Maar jij gaat ook niet akkoord, hè? Maar ik mag ook mijn bezwaar niet uiteenzetten. En dat mag ik nu ook niet zeggen. Laten we weer beginnen. Oh. Meneer Tienpont heeft eerst gezegd, ik wil daar zitten. Zo heeft hij dat gezegd. Ja, omdat daar een venster is en hier niet. Maar 10 minuten later zeg je, directeur, geef toe. Ik wil niet daar zitten, ik wil hier zitten. Maar natuurlijk, omdat ik toen ondervonden heb dat daar geen deur is, maar hier wel. En een raam. Ja, een deur en een raam. En ik leg mij daar gedienstig als ik ben bij neer. Maar ik niet. Nee, natuurlijk niet meer, ga niet. Maar dat zit ik ook niet gewoon, hè, om me bij iets neer te leggen, hè. Excuseer het. Ik heb daar altijd gezeten en ik blijf daar zitten. Ik zit daar nu. Maar daar is geen raam. En hier wel. Ja, maar dat is toch veel te klein, Filemon? Dat is toch in een directeursbureau, een secretaressenbureau. Allee, kom, 9 vierkante meter. Daar dan, hè, 12 vierkante meter. Oh, genoeg. Daar staat een aquarium en een frigo. Maar die kunt je toch laten verhuizen naar uw eigen kantoor? Ja, maar... Daar is geen deur. Oh, ja. Maar laat erin kappen, hè. Kappen. Oh, god, dat kruid, hè, weer zijn. En dat hier, is dat geen deur? Ja, wat is dat dan? Is dat geen deur? Nee, dat is geen deur. Dat is een tussendurken. Een gat. Zien hem al 100 keer per dag tussen deur lopen, tussen heel die bengde deur? Meneer Tienpont moet zijn eigen deur hebben. Ja, Filemon, meneer Tienpont moet zijn eigen deur hebben. En als ik dan nu ook eens wil? En wil je zien? Een deur in een venster, we hebben er nog meer. Maar 9 vierkante meter vol. En bovendien heb ik daar altijd gezeten. We mogen het hebben! Ah, eindelijk! Omdat jij daar altijd gezeten hebt, en omdat ik daar altijd gezeten heb, blijf ik daar zitten. Zou ik graag daar blijven zitten. Als het enigszins mogelijk is. Het zou prettig geweest zijn, als ik daar nog... Nee, ik beslis, heb ik gezegd. Van hier zit daar, omdat hij het moet doen. En jij is aan de beste, jij zit helemaal aan de overkant. Nee, ik heb altijd tegenover Van hier gezegd. Directeur, waarom moet ik nu van plaats verliezen? Beste, laat mij er toch buiten, wat trekt al een plan? Was er net al die discussies voor zo'n noenloop?
Futiliteiten? Nee, jij blijft niet naast Van Hie. En waarom niet, Verrastenoog? Omdat ik daar zit. Dat is erg dapper, Verrastenoog. Omdat, Van Hie, ik de opdracht heb gekregen van hogerhand en speciaal op u te letten. Er zijn klachten over de manier waarop jij de mensen aan het loket behandelt. Ja. En mij werd opgedragen over te waken, hè. Te waken, hè, Van Hie, dat jij dat in de toekomst naar behoren doet. Ja, maar dat heb ik toch altijd gedaan, over hem gewaakt. Ook over u zijn klachten, hè. Hier zie een brief vol met klachten. Geachte heer, kan u die man met zijn geile blik, die achter de loketbediende zit, niet verplaatsen? Zodat hij mij niet met de ogen uitkleden kan, telkens ik aan het loket kom. En dat ik zijn schuine opmerkingen niet meer te horen krijg. Geile blik, schuine opmerkingen. Staat erbij, Jean. Ik zal het u lezen. Hij zegde, de geilaard... De geilaard, de begein. Wie is dat? Ik zal het dossier ook eens onder handen nemen. Hij zegde, Van Hie, laat er nog eens een handtekening zetten. Dan valt haar décolleté nog eens open. Ja, maar, haar décolleté? Dat heb ik nooit gezegd, ja, haar décolleté. Wel, Jean, dat heb ik al wel gezegd. En ik heb dat goed. Ik heb haar trouwens nog een berisping gegeven. Ik heb gezegd, Jean, stel dan een keer voor dat de jage vrouw, allez, José, hè, ook aan zo'n kistje komt. Hè, en die zit daar ook zo'n tipse, die dat er met zijn ogen niet kan vanaf blaven. Hè. En allemaal schunnige dingen tegen haar zijn. Dat ze zich deftig kleden, begot, dan kun je er niks van zien. Luister eens, hè, vrienden. Ik heb met veel zorg een plannetje gemaakt. Hè. Van hier, daar. En ik, daar. En Jomme en Jean, daar. Ah, en Jean helemaal tegen de muur. En jij bent hier. Je zult toch zeker wel niet op me afkomen, hè? Oh, ik ga niet weg uit deze bureau, hè. En zeker niet verpozen. Verrast dan over hoe ik al... Ze kraken de deur niet open. Net toch nog iets gewoon die moderne gebouwen. Nee, jongen, alsjeblieft, alsjeblieft. Daar is het zelf oplossen, hè. Ik zit hier goed. Een schoon aquarium. Een goede zetel. Een frigo. Zie toch. Allee, waar zijn ze? Jongens, ze zullen toch zeker... Nee, dan moet je schoon luisteren. Dat zit niet, jongen. Dat zit maar niet op zee. Dat zit maar niet op zee. Dat zit maar niet op Ik heb goed nieuws, hè. Heel goed nieuws voor ons allemaal, hè. Ik ben benoemd. Aha. Courtisan de kantine. Courtisan. Allee, is dat nou zo'n onmogelijkheid? Courtisan? Ja, dat heb ik toch zo ver gezegd, want die staat trots worden van tegenwoordig, die ken ik niet zo goed. Is dat nou om met te lachen? Ja? Een courtisan, madame Arabelle, dat is een dame van lichte zeden. Die hield zich bezig met amoureus sociaal werk aan het hof van de Franse koning. Ik had dat je moet weten. Ja, maar dat moet ik echt vragen. Hij moet zijn verantwoordelijkheid toch. Jij zegt dat allemaal. Ik heb dat gestudeerd. Dit is een zedeleer. Lichte zedeleer, hè? Niet kijken, directeur, niet kijken. Zit je nu goed, hè? Ja. Zijn ze er nog? Ja, maar ze kunnen er toch niet eeuwig blijven staan. Heb je boterhammen baven deze middag? Genoeg voor twee. Oh, dat is goed. Ja. Goeie sigaren. Mm. Hey, Bacon. Wat dat die nota van Gijsels betreft. Mm. Zie je? Gijsels.